Inwoners van Ede zijn zeer tevreden over hun woning en woonomgeving, zo blijkt uit het recente onderzoek De staat van Ede. Dit onderzoek vergelijkt de cijfers en de ontwikkelingen van Ede met die van de provincie Gelderland en het landelijke gemiddelde. Ede is een gemeente met veel groei, een sterke sociale cohesie en een plaats waar bedrijven zich graag vestigen. Inwoners voelen zich veilig en geven een rapportcijfer tussen de 7,2 en 8,2 voor de leefbaarheid van hun wijken en dorpen. Nou, we hebben in ieder geval uh, de belangrijkste cijfers van Ede weer binnen. Hè? Hoe tevreden ben je met je buurt? Over de voorzieningen, wat vind je van het verkeer, van de omleiding, wat vind je van uh, de kwaliteit van levensalgemeenheid? Dat noemen wij dan de staat van Ede. Dus we hebben een goede update. We hebben nu uh, de cijfers van het jaar 2022 vanmorgen in het college bekeken en besproken. Ja. Uh, wat valt er op aan die cijfers over het jaar 2022? Nou, die cijfers worden altijd uh, gecombineerd in het college gebracht met uh, de rubriek inwoners aan het woord. Dus we hebben niet alleen dan de kille grafieken, maar we hebben ook meteen in, uh, met een uitvoerige enquête hebben we de mening van de inwoners uh, er ook bijgevoegd. En er zitten wel wat uh, trends bij. Ja. Trends die ons aan het denken zetten, doen we het goed. Hè? Is het bestuursakkoord actueel genoeg of moeten we dan uh, op een aantal zaken nog dieper in, uh, ingaan? Over het algemeen, hoe gaat het met Ede? Nou, je merkt dat uh, Edenaren die in Ede wonen hartstikke uh, gelukkig zijn en tevreden zijn met hun uh, buurt. Maar ze zijn ook kritisch. Ze zijn kritisch op wegomleidingen, uh, uh, ze zijn kritisch op onze uh, voorzieningen. De kwaliteit van uh, dienstverlening van ons uh, uh, gemeentehuis. Uh, ja, je ziet heel veel goede resultaten terug. Een uh, uh, bevestiging van, ons, uh, van onze inzet, dat dat nuttig is. Maar je ziet ook aandachtspunten. Ja, wij moeten gewoon hard ons best doen om de mensen hier een heel goed leven uh, te bezorgen. En we moeten opletten dat onze vrijwilligers en mantelzorgers het kunnen bolwerken. Dat dat zijn uh, toch belangrijke uh, signalen die we uit uh, zowel de staat van Ede terugkrijgen als uh, uh, inwoners aan het woord? Dienstverlening. Dat is ook een puntje van zorg, denk ik. Ja, dat is, uh, dat is uh, iets wat ons de jaren de laatste jaren goed opvalt. Ja, wij proberen zo goed mogelijk, zo fijnmazig uh, mogelijk te communiceren als we dingen gaan doen of als we een weg uh, gaan openbreken. En toch is een groot gedeelte van de bevolking hiermee niet goed uh, bereikt. Dat is voor ons gewoon een aandachtspunt. Hoe krijgen we dat beter voor elkaar? Maar het gaat ook over uh, loketfunctie. Het gaat over uh, uh, afvalverwerking, uh, uh, de, 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 de buurt schoonhouden. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren weer meer budget aan uh, gehangen. Dus als het goed is, moeten. We die trend uh, zien stijgen. En het mooie is van inwoners aan het woord dat we uh, door de jaren heen uh, kunnen kijken wat we van elk jaar weer verbeterd uh, uh, terug zien komen in de cijfers. Over het algemeen is het college tevreden? Uh, dit college mag nooit achterover leunen. Wij moeten dit soort cijfers serieus uh, oppakken. Want dat is voor ons gewoon lesmateriaal. Wij zijn blij met de goede tussenstand. Het is in Ede hartstikke goed wonen. Er zijn veel mensen die naar je omkijken. Maar er zijn ook wijken die extra aandacht verdienen en daar kunnen wij en moeten wij ons programma van maken. En straks krijgen wij in dit college een tussenstand, dat noemen we de midterm review. En dan moeten deze documenten leidend zijn. Want daar moeten we extra aandacht aan geven. We willen gewoon dat iedere inwoner je gelukkig is.